Kort, vandaag voor het laatst de 747 waar KLM zo lang mee gevlogen heeft. Waar bijvoorbeeld onze cameraman Abdel, die is gek op vliegen, die zegt... Oh man, vandaag komt de laatste blauwe, witblauwe 747 ooit aan op Schiphol. Dat was het dan, vanmiddag. Ja, dat is natuurlijk heel, heel triest. We hadden gedacht dat we dat tot ergens volgend jaar zouden vliegen. We moeten door al die ellende nu heel veel maatregelen eigenlijk heel erg versneld nemen. Dus we hebben half maart besloten de 747 eigenlijk per nu aan de grond te zetten. En die komt dus ook niet meer terug in KLM-operatie. Ja, nood breekt wet. Hè. Normaal zou je dat met een mooie afscheidstour doen. Doet u wel pijn, denk ik? Hè, dit? Natuurlijk doet het pijn. Ja. Maar ja, het doet me eigenlijk nog veel meer pijn dat we momenteel 170 vliegtuigen aan de grond hebben staan. Dat we duizenden collega's graag willen werken. Dat we zo'n enorme impact hebben op ons bedrijf. Van iets wat, nou ja, als het nog maanden gaat duren, heel, heel moeilijk voor iedereen gaat worden. Ja. Dus dat doet nog meer pijn dan wel of niet een afscheidsfeestje voor een 747. Sterk.